Maakt. Dus daar wil ik nog wat dingen over zeggen vandaag. En ik krijg tijdens de aanbidding ook nog wat andere ideeën. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat er nu gaat uitkomen, maar dat gaan we vanzelf ontdekken. Heb jij het verschil gemaakt? Raakte bij mij iets over nalatenschap. Over wat laat je na? Wat is jouw erfenis aan de volgende generatie? In de politiek hebben we in het afgelopen jaar nogal eens een keer de uitspraak gehoord. We schuiven de rekening door naar de volgende generatie. En sommige mensen vinden dat prima en andere mensen vinden dat niet prima. Mensen die... Het prima vinden om de staatsschuld wat op te laten hogen. om nu een beter leven te hebben. Die zeggen van laten we dat doen. En mensen zeggen. ja, maar hoe moet het dan met onze kinderen. en met de kinderen van die kinderen. die we opzadelen met een grote schuld? Ik ga hier geen politiek praatje houden. Ik zou het kunnen doen. Doe ik niet. Even dat verschil. We schuiven de rekening door. naar de volgende generatie. De volgende generatie. Het is of het één. Nu genieten of de ander laten genieten. Daar lijkt het een beetje over te gaan. Ik heb het nu zelf nodig of nee, de volgende generatie heeft dat nodig. We kunnen dat niet nu al uitgeven. Ik zou zomaar een aantal voorbeelden kunnen noemen vanuit het nieuws waar deze discussie voorbij is gekomen. Dat gaat over. Uh, immigratiebeleid. Als het gaat over ons klimaat, over de natuur, over de ecologische staat, over de boeren, over van allerlei problemen die we op onze weg liggen waarvan we kunnen zeggen we gaan het nu oplossen of we kiezen ervoor om het later op te lossen. Want het komt neer op van ja, maar hoe, als we het nu oplossen, hoe moeten wij dan leven als we zoveel moeten betalen? En de vraag is. Hoe moeten anderen leven als ze het straks zouden moeten betalen? En de balans is eigenlijk, wat heb ik zelf nodig en wat wil ik nalaten? Wat wil ik overlaten voor de volgende generatie? En als we even dat filmpje terughalen. Die video. Dan zien we vandaag een resultaat van een keuze die we tien jaar geleden gemaakt hebben. Dat is een redelijk korte termijn nog. Tien jaar is niet de super lange termijn. Dat is niet de volgende generatie al, maar dat is een stukje op weg naar die volgende generatie. Ja, en dan zie je allemaal van die lieve kleine kindertjes in de speeltuin. Gozer is nu zo groot, hè, die Vin. Of die schattige drumster, wat nu gewoon helemaal in ons midden, volwaardige drummer is. En helemaal meedoet, weet wie ze is. Zelfverzekerd, prachtige vrouw. Nou, zo kan ik er nog heel veel noemen. Ook kinderen die misschien velen van jullie niet kennen. Toch durf ik te zeggen dat we tien jaar geleden een keuze hebben gemaakt waarin er iets is veranderd. Spreuken 13 vers 22 zegt, van een goed mens zullen zelfs de kleinkinderen erven. Dan denk je, twee, laat me even zeggen dat, een, dat de volgende generatie je kinderen is en de generatie daarna je kleinkinderen. Dan zijn er twee generaties verder gedacht. Dat is lange termijn planning. Als je erover na wilt denken, dan denk je dus over na over wat kan ik nalaten aan mijn kinderen, maar hoe kunnen zij nalaten aan hun kinderen. Dat betekent dat je iets moet investeren in die kinderen, niet aan geld, maar aan waarde, waardoor zij ook kiezen om na te laten voor hun kinderen. In Richter 2 lezen we dat tijdens het leven van Jozua het volk Israël God eerde. Hem volgde, trouw was aan datgene wat God van hem vroeg. En ook na zijn dood bleven ze de Heer dienen, want ze hadden Gods machtige daden gezien. Maar toen alle generatiegenoten van Jozua gestorven waren, net als Jozua kenden ze God niet meer en waren ze niet vertrouwd met de Heer en wat Hij voor Israël had gedaan. En dan staat er en ze keerden hem de rug toe en aanbaden andere goden. De Israëlieten uit de generatie van Joshua leefden zelf wel met God, maar waren vergeten om een geestelijke erfenis door te geven. Aan de volgende generatie. Ze werden vervreemd van de principes, maar ook van de aanwezigheid van God in hun leven. Vaders en moeders zijn van groot belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dat is in een gezin zo, maar dat is ook in een gemeentegezin zo. Een gemeente heeft geestelijke vaders en moeders nodig voor de opvoeding van al onze kinderen. Doorgeven aan de volgende generatie wat wij zelf ook ontvangen hebben en geleerd hebben van onze ouders en geestelijke ouders. Ik heb geloofsopvoeding gekregen thuis van mijn ouders, ze zijn hier vandaag. Van mensen in de gemeente, maar ook bijvoorbeeld van mijn vroegere tienerleider, Anton Doornbal, vader van Paul. Onschatbare waarde. Hoe hij met zijn geloofsleven invloed heeft gehad op mijn geloofsleven. Ik was toen twaalf of veertien, maximaal. Ik kan me dingen herinneren die hij heeft gesproken. Ik kan me dingen herinneren die toen zijn gebeurd. De voorganger van de gemeente waar wij toen mee hoorden, Jaap Peil. Ik kan me nog preken herinneren van preken die hij heeft gesproken. Niet hele preek, fladden daarvan. Woorden, uitspraken die hij heeft gedaan. Mensen die in ons gezin waren, zendelingen, andere mensen, die lieten zien wat het leven met de Heer is. Niet alleen maar. Hoe lees ik je uit de Bijbel en wat mag wel en wat mag niet. Maar hoe leef je nou een leven met de Heer? Afgelopen week mochten we genieten van een heerlijke vakantieweek samen met Karsten en Rijk en al hun kinderen en aanhang. En dan is het zo mooi om te zien hoe kinderen ontwikkelen. Dan ben je even weer heel dichtbij, heel close, heel vertrouwd met elkaar. En dan zie je dus wat ouders hebben doorgegeven aan hun kinderen. En ze ontwikkelen zich anders dan hun ouders, en toch zie je allemaal verwevingen van hoe kinderen zijn ontwikkeld. En dat ze zich uniek mogen ontwikkelen naar de personen zoals God hun heeft gemaakt. Helaas is het leven niet altijd zo stabiel. Er zijn omstandigheden soms verre van ideaal. Ik moest daarbij denken aan het leven van Jacob. Jacob had twaalf zonen. En een van die zonen die heette Aser. De zevende zoon van Jacob. Jacob. Maar deze zoon werd geboren bij een slavin van Lea. Want Lea dacht dat ze geen kinderen meer kon krijgen. En blijkbaar was het toch belangrijk om veel kinderen te krijgen. En dan had je natuurlijk ook nog Rachel. Die kon nog geen kinderen krijgen tot dat moment. Dus die zei ook tegen haar slavin: Misschien moet jij dan maar een paar kinderen maken. Met Jacob. En uiteindelijk komen de twaalf kinderen voort uit vier vrouwen, vier moeders. En we lezen in het verhaal van Jozef dat die broers het niet goed met elkaar konden vinden. Het was een soort van samengesteld gezin. Misschien ook wel dysfunctioneel. Want Rachel was de vrouw die hij het meest op het oog had. En de kinderen die daaruit voortkwamen, waren ook zijn lievelingskinderen. Die andere broers, die haten Jozef, staat recht. Die haten hem, die haten hem zo erg dat ze hem eigenlijk wel zouden willen vermoorden. En Aser is een van die broers die Jozef wil vermoorden, die er klaar mee is met dat voorgetrek en dat oneerlijke gedoe. Maar waarom haal ik deze broer eruit? Of deze zoon? Hij kiest om het anders te gaan doen. Hij kiest om dat verleden waar hij uit voortkomt. De ongelukkige afkomst, die hij als het ware heeft, omdat hij niet een lievelingszoon was. Dat er een andere lievelingszoon was. Om daar los van te komen. En Aser die krijgt vier zonen en één dochter. En dan kun je lezen in 1 Kronieken 7, hoef je niet op te zoeken. Vers 30, dat hij vier zonen en één dochter krijgt. En dan staan tussen de versen 31 en 39 de nakomelingen van Aser. Dat is ook saai, gaan we ook niet lezen. En dan 40, daar staat: Deze allen waren nakomelingen van Aser. Wat waren zij geworden? Familiehoofden. Ze hadden hun positie, hun verantwoordelijkheid in hun gezinnen genomen als vaders van die gezinnen. Ze hadden hun plek ingenomen. Ondanks dat hun vader een beroerde voorbeeld had gehad, was hij een goed voorbeeld voor die jongens geworden. En hij zei: Ik wil dat de cultuur van onze familie verandert. Ik wil niet blijven hangen in dingen die mogelijk mis zijn gegaan of slechte voorbeelden die ik heb gehad. Ik wil de toekomst veranderen. Ik wil iets voor mijn nageslacht nalaten wat mooier is dan wat ik heb gekregen. Uitgelezen, dappere helden waren deze mannen. Hoofden onder de vorsten. En zij werden in de geslachtsregisters ingeschreven. Voor het leger in geval van oorlog. En hun aantal was 26.000. Daar had Acer voor gezorgd. Ik ga niet doorgeven wat ik tekort gekomen ben. Ik ga doorgeven wat ik heb. Ik ga niet doorgeven wat ik gemist heb. Wat we heel vaak wel doen. Ik stop het hier. Ik zet een lijn, ik trek een streep in het zand. En ik ga doorgeven wat ik wel heb gekregen. Wat ik van God had ontvangen. Wat wil ik hiermee zeggen? Ik wil een oproep doen aan ouders, vaders en moeders in dit huis. Welke erfenis? Ben jij aan het nalaten? Dan heb ik het niet over je bankrekening. Dan heb ik het niet over je spullen. Dan heb ik het over de geestelijke erfenis die jij en jouw nageslacht aan het bouwen bent. Aan welke cultuur ben jij aan het bouwen waar jouw kinderen en jouw kleinkinderen in gaan floreren? Dat ze familiehoofden zullen worden. Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen op de plekken waar ze geplaatst worden, in hun familie en in de samenleving. Want dat zie je hier. Leiders. Geloofsopvoeding van kinderen begint bij vaders en moeders. Hoe gaan ze het weten als ze we het aan jullie niet kunnen zien? En dat gaat verder dan dit mag niet en dat mag wel. Want dat wisten die Israëlieten ook wel van Joshua. Want denk maar dat dat verhaal, de wet, dat dat regelmatig tevoorschijn kwam. Dus het wel en niet weten wat de wil van God is, is een onderdeel. Maar wat een veel belangrijker onderdeel is, leren leven. In de aanwezigheid van de Heer. Zijn stem verstaan. Zijn weg volgen. Naar Hem kijken. En dat volgen. Volgens mij ging het daar mis. In de generatie na Joshua. Ze wisten alleen maar wat er stond. Maar ze wisten niet meer hoe dat het moest. Wat het betekende om in relatie te zijn met God. En wat gebeurde er? Andere goden. waren aantrekkelijk geworden. Andere dingen waren aantrekkelijk geworden. in het leven van die Israëlieten: de Baal en weer andere goden. En dan staat er, ze keerde God de rug toe, omdat ze hem niet meer kenden. Ik ga je niet als volganger zonder kinderen vertellen hoe jullie je kinderen moeten opvoeden. Daar zijn andere mensen goed in. Maar waar ik een beroep op wil doen, is je bewust maken van dat je bezig bent met een erfenis. Een geestelijke erfenis. Om die na te laten. Dat je daarmee bezig bent, of je het nou weet of niet. En daarom is het goed dat ik je vertel dat het er is. En dat het dus een verantwoordelijkheid is, niet alleen maar om voor, te, voor ze te sparen en ze eten te geven en te zorgen dat ze een goede opleiding krijgen, maar ook dat er een geestelijke erfenis op hun leven ligt. Dat ze worden zoals de Schepper ze gemaakt heeft. Dat is een geestelijke erfenis. Dat ze mogen ontdekken hoe de Schepper hen gemaakt heeft en wat de bedoeling voor hun leven is. Daar hebben ze ouders voor nodig. En daar hebben ze geestelijke ouders voor nodig. Ons allemaal. En laat ik het dan maar gewoon een keer zeggen. Dat lukt niet één keer in de maand. Of soms als je zin hebt om als gemeente bij elkaar te komen. Daarvoor moet je samen optrekken met elkaar. Moet je bij elkaar komen moeten ouders hun kinderen naar de gemeente brengen, zodat binnen de gemeente we jullie kunnen ondersteunen met de geestelijke opvoeding die zo ontzettend belangrijk is. En heb ik het niet over de ouders en de kinderen, maar over de geestelijke ouders. Zijn jullie er ook als de kinderen hier zijn? Zijn jullie er ook als de tieners hier komen, om ze te zien, om ze te aanmoedigen? Zijn jullie hier ook als de jongvolwassenen hier zijn? Om in hun leven te spreken en ze te bouwen? We moeten allemaal komen. Om als een geestelijk gezin, om een huisgezin van God, naar elkaar om te zien. Geestelijke vaders en moeders, we zijn allemaal verantwoordelijk voor de geestelijke erfenis die wij nalaten. In eerste instantie de ouders, maar wij allemaal. Want er gebeurt iets. Er is een oorlog gaande. Die oorlog is gericht op de kinderen en de jongeren. Op scholen, door onderwijsprogramma's, worden onze kinderen verward als we ze niet meenemen in wat de waarheid is. En het is zo belangrijk dat we dat spreken. Dat we dat voorleven. Amen. Onze kinderen daarvoor. We kunnen ze niet weghouden uit de, de dingen die ze in de wereld horen. Die ze op school horen. Die ze bij mensen thuis horen. Kunnen we ze niet van kunnen we ze niet van weghouden. Denk ik. Dus daarom is het belangrijk dat je investeert in hun leven. En wij mogen dat doen als gehele gemeente. Het jongerenwerk, het jv-werk, het kinderwerk hier, is daar op gericht om met elkaar zo op te trekken. Om te ontdekken van, maar wat zegt God over al deze dingen? Een erfenis, een geestelijke erfenis noem ik eigenlijk een generationele overdracht van immateriële waarden. Moet je misschien even op kouwen, dan mag ook thuis. Dingen die, die niet, dingen die je niet vast kunt pakken. Die niet op je bank staan of in je huis staan. Niet-materiële dingen. Die zo belangrijk zijn in de erfenis die we nalaten. En mag het ons dan nog wat kosten om een generatie op te voeden. Of eigenlijk twee. Een goed mens denkt aan twee generaties, aan hun kinderen en aan de kinderen van hun kinderen. Om een generatie op te voeden die sterk zijn, stabiel, verzekerd van hun geloof, liefdevol, zich omarmd voelen, waardoor ze ook liefdevol kunnen zijn. Blijmoedig door het leven gaan. Weten wie God is en weten wat het plan van God voor hun is. Ik ga bijna afronden. Jezus zegt: nadat de Joden hem wilden vervolgen, omdat hij op de sabbat een rustdag had gehouden. Mijn vader. Werkt aan één stuk door. En daarom doe ik dat ook. Hij heeft iemand genezen op de sabbat. Dat vonden ze niet goed. En dan zegt Jezus: Mijn vader werkt constant door. En dat doe ik ook. Ik ben altijd bezig met hetgene waar ik hiervoor ben. Er gaat geen dag voorbij dat ik me niet bewust ben van de verantwoordelijkheid die op mijn leven rust. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar ik ben te doen dat wat hij mij heeft opgedragen waar ik voor gezonder ben. Johannes 6 vers 38. En Johannes 17 vers 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Jezus Wist waarom hij hier was. En dan zei ik: ik werk. Ik werk. Zodat ik kan volbrengen datgene waar ik voor gestuurd ben, waarom ik hier ben. Daar ben ik mee bezig. Dat is wat er op mijn, wat is mijn focus. De slogan van onze kinderen is samen groeien. Samen groeien. Dus kinderen die samen groeien. Maar wij als geestelijke ouders moeten ook groeien in onze rol als geestelijke ouders. En wat mag het ons kosten? Hoeveel heb ik nodig voor mezelf? En hoeveel Laat ik na. voor de volgende generatie. Het, de splijtswam die we in de politiek zien. die kan ook in ons eigen denken naar voren komen. Ja, maar. ik heb dit nodig voor mij. Ik heb dit nodig voor mezelf. En dat is zo. We hebben dingen voor onszelf nodig. Dit is geen verhaal dat ik tegen rijkdom, voorspoed, overvloed, zegen ben, want dat is wat God allemaal geeft. Dus daar ben ik voor. Het gaat over van: zie je de verantwoordelijkheid die op jouw leven rust en op mijn leven rust, om niet alleen in het nu te leven, maar ook iets na te laten voor de volgende generatie? Ik moest daarbij denken aan wat Theo en Joke hebben gedaan bij al die kinderen waar ze op scholen zijn geweest. Daar hadden ze zelf misschien helemaal niks aan. Ze zijn er ontzettend door gezegend, dat weet ik. Maar dat deden ze, zodat deze kinderen niet in de val zouden lopen om in verslaving terecht te komen. Om de gevaren te kunnen zien. En om als gezonde mensen, volwassenen, in het leven terecht te komen. Zonder die valkuil mee te hoeven maken. En zo heeft elk persoon van ons, net als dat Jezus wist. Waarom de Schepper Hem naar de aarde had gezonden. Waarom God Hem naar de aarde had gezonden. Om hier iets te doen. Om het werk te doen waar Hij voor geroepen was. Zo hebben jij en ik allemaal een opdracht, een verantwoordelijkheid. Om te doen waar Jij voor geroepen bent. En dat is hier, nu. En dat is voor de volgende generatie. Wat belangrijk is. is er zijn dat we elkaar zien en dat we elkaar ondersteunen en helpen. Als de opvoeding moeilijk is en ik spreek wel eens ouders die vinden opvoeding soms lastig, hoe doe je het? Je krijgt wel een baby, maar je krijgt geen handboek. Je moet het zelf uitzoeken. En baby's worden groot en ze lijken op je, dat is soms lastig. En ze zijn soms ook heel anders. Dat is ook lastig. En hoe doe je het dan? En dan zijn er vaders en moeders en die hebben al twee stappen gezet. En die zeggen: Oh, dat hadden wij ook. Misschien weer helpt dit jou. Wat allerbelangrijkste is: dat je weet wie je bent. Dat je je kinderen leert dat ze weten wie ze zijn. En dat jullie samen weten wie God is. De vraag is: maken wij het verschil voor nu en voor straks? Leveren wij, klinkt een beetje zakelijk, een volgende generatie af die weet wie ze zijn en die weet wie God is? Dat ze alleen maar weten wie God is. Maar ze hebben niet geleerd om te wandelen met, met God. Ze zijn niet bekend met de kracht van God. Ze zijn niet bekend met de um, wonderen en tekenen. Ze zijn niet bekend met een bovennatuurlijk leven. Ze zijn niet bekend met tongentaal. Ze zijn niet bekend met alle geestelijke dingen. Waar wij wel van bekend zijn, maar waar we alleen maar over lezen. Maar waar we niet leven. Dan bestaat zomaar de kans. Ze dus denken, ja, het verhaal ken ik al. En dan keren ze God de rug toe. En dan zijn er ook in onze tijd genoeg afgoden die ze met open armen ontvangen. En iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik geen angstprediker ben. Dus dit is geen angstverhaal. Want daar geloof ik namelijk niet in. Dat je door angst te prediken en de keuzes die daaraan verbindt, dat die tot vrucht leiden. Maar het is wel goed. Om je te realiseren. Dat er een systeem is wat weet dat als ze onze kinderen hebben, dat ze dan de toekomst hebben. En dat weet God ook. En hij wil dat jij het ook weet. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat we onze kinderen zien. En dat onze kinderen weten dat ze jullie mogen zien dat ze aan jullie mogen vragen, kun je me helpen? Dat we echt een gezin zijn, in het kleine gezin van Kasten en Mareike, waar we onderdeel van mogen zijn in deze vakantie, daar zie je dat. Van, hey pap, hoe doe je dit? Mama, hoe doe je dit? Kun je me helpen? Of dat ouders hun hulp aanbieden. Wil ik zie dat je dit lastig vindt, kan ik je ergens mee helpen? Dat kan ook in een gemeentegezin zijn. Het avondmaal. We gaan samen avondmaal vieren. En in het stukje van 1 Corinthië. wat ik altijd lees. dat begint een paar versen eerder. met bij de maaltijd die u houdt. Zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Maar nou, met die hele kleine glaasje gaat dat niet gebeuren hier. Maar wat mij, wat mij opviel was dat hij zei, bij de maaltijd die u houdt, zorgt iedereen alleen voor zichzelf. Dat was een tik op de vingers aan de Korintiërs. Die tik op de vingers hebben wij niet nodig, want zo is het niet bij ons. Maar het is wel goed om dat weer eens even te bedenken. Wat heb ik zelf nodig en wat wil ik nalaten? Wat wil ik dat er overblijft voor de volgende generatie?